Het tomatenhuis is al een paar maanden bewoond, maar donderdagavond werd het officieel geopend. Het is een iconisch gebouw met enorm veel architectonische elementen die er nog in zitten. En die hebben we weten te behouden en dat maakt het pand ook wat het is, het tomatenhuis. En enkele weken geleden de laatste bewoners erin gekomen, de laatste afwerkingen voor het buitenterrein. En vandaag was de dag dat alles klaar is. Met een druk op de knop werd het nieuwe kunstwerk met een lichtshow onthuld. Ja, het kunstwerk wat er voorheen hing, dat is helaas gesneuveld. Daardoor zijn we eigenlijk verplicht geweest om een nieuw kunstwerk te ontwerpen. Dat kunstwerk is gemaakt door de heer Rob van Trier. En die heeft daar een enorme prestatie neergezet. Helemaal te gek, het was knetterend, gaaf. Het licht zo, langzaam die schets. En dan ook even heel even in beeld het oude kunstwerk, min of meer, de oude lamellen. Die eigenlijk Dordrecht min of meer de Dordtenaren min of meer eigenlijk afschuwelijk vonden. En dan in één keer komt dan dit glaskunstwerk weer tevoorschijn. Ja, helemaal blij. Slapeloze nacht heeft Rob na het plaatsen nog gehad. Ja, kom maar niet naar beneden, is het er nog? En ik zei ook tegen iedereen die min of meer in Tilburg naar Dordrecht ging. Ik zeg, jongens, maak even een foto, stuur me op. Dat hebben ze ook gedaan. Van, oh, dit hangt er nog op, oh, helemaal te gek. Dus ik heb echt slapeloze nachten gehad. Hiermee is een einde gekomen aan de ontwikkeling. Maar een begin gemaakt voor enorm veel woongenot. En een ontzettende succesvolle exploitatie van horeca, de restaurant Kopenhagen op de begane grond. Genodigden konden napraten met een hapje en een drankje.